Eind januari krijgen wij altijd onze jaarafrekening van de energie. Want ons contract loopt tot 23 januari. En ook dit jaar hebben wij ruim 80% kunnen besparen op ons gasverbruik ten opzichte van de periode voordat we ons huis gingen verwarmen met airco's en infrarood. Maar waarom dan toch niet de laatste stap om helemaal van het gas af te gaan? Die vraag krijg ik vaak. Ja, en dit heeft toch echt te maken met een aantal onzekerheden en belangrijke ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. Laat ik dat eens toelichten. Iedere dag komen er wel weer meldingen langs die aangeven dat ons elektriciteitsnet vol zit. En in het gebied waar wij wonen is de kaart inmiddels rood gekleurd en zit het net eigenlijk vol. Er zijn gebieden in onze regio waar de omvormers op zonnige dagen ermee stoppen omdat de netspanning te hoog is. En het zal in de toekomst alleen nog erger worden door de aanleg van windmolenparken, de toename van zonnepanelen en de steeds grotere vraag naar stroom. En stroomstoringen komen helaas ook steeds vaker voor. Dat is precies één van de redenen waarom wij juist nu een thuisaccu aanschaffen. En één van de belangrijkste voorwaarden waar ons accupakket aan moet voldoen, is dat er een noodstroomvoorziening op moet zitten. En met deze noodstroomvoorziening wil ik een paar uur storing of wellicht een paar dagen storing kunnen overbruggen. En daar zit nou precies de reden waarom wij nog niet geheel van het gas afgaan. De 225 kubieke meter gas die we nu verbruiken, verbruiken we aan warm water, koken en als het echt onder de 0 graden is, om met de cv ons huis iets bij te verwarmen. De noodstroomvoorziening die ik wil is om de koelkast, de verlichting in ons huis en de cv-pomp te kunnen laten draaien. Hiermee ben ik maar een 5 kWh aan stroom kwijt per dag, zodat ik met een 15 kWh accu een paar dagen gewoon stroom heb. En doordat de cv-pomp gewoon blijft werken, zitten wij bij een stroomstoring dus niet zonder warm water, kunnen we gewoon koken en zitten we zelfs niet in de kou in de winter. Want we kunnen hiervoor gewoon ons gas gebruiken. We kunnen alleen geen gebruik maken van de energieslurpende apparaten zoals de magnetron, de vaatwasser en de wasmachine. Maar die paar dagen stroomstoring, die overleven wij dus wel. Wanneer je helemaal geen gasaansluiting meer hebt, dan zal je het verwarmen van water met koken en het verwarmen van je huis met stroom moeten doen. Dan verbruik je op hele koude dagen al snel een 25 tot 35 kWh stroom per dag. En wil je dan 3 dagen overbruggen, dan ga je al snel naar een accupakket van 75 tot 90 kWh. Dat is dus gigantisch en voor de meesten onder ons onbetaalbaar. Vandaar dat wij nog wel even hybride blijven qua stroom en gas. Gelukkig is het niet het gehele jaar koud en zal je in de zomer voldoende stroom kunnen opwekken met je eigen zonnepanelen om in samenwerking met je accupakket goed met de stroomstoring om te kunnen gaan. Ik verwacht zelf dat we met een accupakket zelfs een 6 tot 7 maanden van het jaar geen stroom van het net nodig hebben. In die tijd helemaal onafhankelijk dus. En door de thuisaccu zal de omvormer van je panelen gewoon blijven werken omdat de pieken uit het net worden gehaald. Je thuisaccu helpt eigenlijk het stroomnetwerk te stabiliseren. Maar we gaan het ontdekken, want deze week ga ik het accupakket plaatsen. Daar hoor je volgende keer meer over. Wordt dus vervolgd. Tot de volgende keer. Wil je dit blijven volgen? Abonneer je op het kanaal en geef even een duimpje.